Goedemiddag, dames en heren. Ik ben vanmiddag uw moderator Roel Mostert van Amport. Ik wil u eventjes namens de organisatoren van dit webinar, Amports ORAN, Port of Amsterdam en ING, nogmaals hartelijk welkom heten. Het onderwerp van het seminar is kansen en bedreigingen voor het havenbedrijfsleven als gevolg van de coronacrisis. Een paar huishoudelijke mededelingen wil ik u nog eventjes niet onthouden. Graag de microfoon en de camera uitzetten, maar dat heeft u, de meeste van u hebben dat wel gedaan. Maar bij deze nogmaals even de oproep. Als u vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens de presentatie. En dat komt dan gewoon in de chatbox voorbij en dat zie ik binnenkomen. En ik zal dan die vragen in de Q&A naar voren brengen. Let op, u kunt alleen chatten als u de MS Teams app heeft gedownload. Dus als dat niet is gebeurd, dan is het lastig om te chatten. Dus dat kunt u misschien tijdens de uitzending alsnog doen. Deze uitzending wordt opgenomen, dus u kunt het webinar altijd nog terugkijken. Nou, wat het programma voor vandaag. Waarom dit webinar? Nou, dat is denk ik voor geen van u een verrassing. Ja, we willen allemaal gewoon graag weten hoe de vlag er financieel-economisch bijhangt op dit moment en wat we de komende maanden kunnen verwachten. Nou, de antwoorden erop die komen van drie mensen vandaag. En Rico Luman zal straks aftrappen, havenspecialist bij het Economisch Bureau van ING. Misschien, Rico, kun jij eventjes zwaaien? Nou ja, ja. Daarnaast, dag, ik kom zo bij je terug. Daarnaast denken we dat de havencommunity snakt naar opsteken. Dus gaan we de goede kant op? Moeten we het anders gaan regelen met elkaar? Etcetera, etcetera. Dat is een vraag aan ING's sectorbanker transport en logistiek, Margriel Bode. En het gaat hier vandaag natuurlijk over de Port of Amsterdam, over de haven van Amsterdam. En daarom bieden we Gaston Chang van Port of Amsterdam de gelegenheid zijn perspectieven voor het havenbedrijfsleven langs het Noordzeekanaal te schetsen. Nou, als alles naar wens verloopt, dan zijn we rond 5 uur klaar. Nou, dan gaan we voor de eerste presentatie naar Alkmaar, want daar zit Rico Luman. Het lijkt van een voetbalwedstrijd, maar het is natuurlijk serious business. Alkmaar getroffen natuurlijk door de corona, fantastische toeristische stad. Daar zit jij, Rico. Je bent gespecialiseerd in de onderwerpen haven, transport en logistiek in Amsterdam en Rotterdam. Ja. Hoe is het op het moment om bij een bank te werken? Ja, het zijn bijzondere tijden ook voor ons. Ik moet zeggen, ik zit bij de research, bij het Economisch Bureau. En daar komen heel veel vragen binnen over wat de impact is en wat we moeten verwachten de komende tijd. Dus eigenlijk is het bij ons hartstikke druk. Dus dat is natuurlijk niet overal zo. Als je naar buiten kijkt, dan is het in de straat nog steeds aardig rustig. Maar ik ben hard aan het werk. Ja, en ook voor ons. En ik nodig je dan ook bij deze uit om te beginnen met je presentatie. Ik wens je veel succes en de kijkers veel kennis. Ja, dank. Ik kom straks bij je terug. Mag ik de eerste slide? Ja, ik wil graag met u vanmiddag naar de economische impact gaan kijken van het coronavirus op de wereldeconomie, op de Europese economie, maar ook op de Nederlandse economie en op sectoren. En later ook op individueel niveau, wat mijn collega zal doen. Ik wil beginnen met deze slide over de impact van het virus. Wat zijn eigenlijk de kanalen van impact die we hebben gezien? Nou, we weten allemaal dat het virus natuurlijk is begonnen in China, de regio Wuhan. Daar is op een gegeven moment een lockdown gekomen. We hebben daar de verstoring in verschillende supply chains van gezien. Allerlei bedrijven over de hele wereld hebben daar last van gehad. Ook in Nederland, hè, de bedrijven bijvoorbeeld in de automotive industrie zijn daar door getroffen. En dat was eigenlijk de aanvang van de impact die we hebben gezien van het virus. En vervolgens heeft het virus zich over de wereld verspreid en hebben we er zelf ook mee te maken gekregen. En we zijn in lockdown gegaan, intelligente lockdown. En we zijn allemaal thuis gaan werken en er zijn meer mensen ziek geworden. En dat tezamen noemen we eigenlijk de aanbodschok die we hebben gehad van het virus. Nou, die aanbodschok leidt er eigenlijk natuurlijkerwijs toe dat ook een deel van de vraag is uitgevallen. De vraag die gewoon niet kon plaatsvinden omdat winkels en bedrijven gesloten waren. En ja, dat heeft een kettingreactie veroorzaakt. En naast die vraaguitval via die weg hebben we natuurlijk gezien dat het consumentenvertrouwen is gedaald, fors gedaald. En ook producenten hebben minder vertrouwen in de toekomst.
En dat is een ander kanaal van impact. Dus op die manier zien we ook die effecten terug. En tenslotte het effect via de beurs, de zogenoemde vermogenseffecten. De beurs is gedaald in maart, iets hersteld in april, maar nog niet op het oude niveau. Dus mensen zijn op die manier vermogen kwijtgeraakt, in theorie in ieder geval. En dat werkt door. De overheid heeft via de maatregelen zoals de nauwregeling de impact proberen te verzachten. En dat hebben we gezien de afgelopen 3 maanden. En als het goed is wordt vandaag besloten dat die nauwregeling ook wordt verlengd met 3 maanden. En op die manier is de impact tot dusver enigszins verzacht. Maar je zal straks zien dat als het afloopt dat de werkloosheid gaat oplopen en dat we meer faillissementen krijgen. En dat er een tweede ronde komt van impact. Dat is eigenlijk fase 3 hier op de slide. En dat zal de komende maanden zichtbaar worden en de rest van het jaar. Dus dat is eigenlijk hoe ik wil beginnen. En ik zou graag de volgende slide willen. Ik wil even kijken met u naar de impact op de wereldeconomie cijfermatig. Als je de grote blokken van de wereldeconomie voor je ziet, dan is de economie van China natuurlijk als eerste geraakt door die pandemie. En die economie groeit hard, dus daar is de impact naar verhouding nog niet eens zo heel erg groot. Die impact is vooral te zien geweest in het eerste kwartaal. Anderzijds in de VS en Europa zien we dit kwartaal, het tweede kwartaal, vooral de meeste impact. Dat zie je nu langzaamaan via de cijfers over april binnenkomen. En de verwachting is dat de ergste klap in het tweede kwartaal zal vallen in Europa, dus ook in Nederland. Rechts in beeld ziet u nog even de eerste kwartaalcijfers die afgelopen weken ook voor Nederland bekend zijn geworden van de economische groei. Er was een krimp van 1,7% kwartaal op kwartaal voor de Nederlandse economie. Nou, dat viel naar verhouding nogal mee ten opzichte van de andere landen in Europa. En dat had alles te maken met het feit dat in Zuid-Europa er echt een volledige lockdown was. En wij hadden een intelligente lockdown waarbij we toch nog naar buiten konden en bedrijven nog redelijk goed konden blijven draaien over het algemeen. Mag ik de volgende slide? Voor het havenbedrijfsleven is de impact op de wereldhandel natuurlijk heel relevant van deze pandemie. We zien dat die wereldhandel in het verleden heel hard is gegroeid. En dan met name voor de vorige recessie. En ook de afgelopen 10 jaar hebben we daar steeds flinke groei gezien. Maar het afgelopen jaar viel dat al fors tegen door eigenlijk de protectionistische maatregelen en de handelsoorlog is de wereldhandel in 2019 al licht gedaald. En dit jaar verwachten we in ons basisscenario, waar ik zo iets meer over zal zeggen, dat de wereldhandel zo'n 9% zal terugvallen. En dat zal je ook terugzien in de havenoverslagcijfers, waarover later ook iets meer. Mag ik de volgende slide? Ja, wat is dan de impact specifiek op de Nederlandse economie die we voor ons zien? We maken eigenlijk onderscheid in verschillende scenario's die we hebben getekend. Omdat de onzekerheid dusdanig groot is dat je niet met één raming kunt werken. Er is een basisscenario waarbij we hebben gezegd we gaan nu langzaamaan opstarten. En dat zal dus vanaf nu verder doorgaan. Dat is waar we vanuit gaan. En in dat scenario verwachten we dat de Nederlandse economie met zo'n 7% zal krimpen dit jaar. Nou, dat is een krimp als je terugkijkt die 12 jaar terug naar 2008, 2009, die ongeveer dubbel zo groot is. Maar het positieve nieuws is tot dusver dat we uitgaan van een herstel wat forser is. En wat sterker is dan destijds. We hebben na die vorige recessie jarenlang een matige economische ontwikkeling gehad. Met ook een dubbele dip in 2012, 2013. En dat zien we nu in principe niet als basisscenario voor ons. Dus dat is het positieve hier aan wat ik wil noemen. Mag ik de volgende slide?
Het zou kunnen dat we ook te maken krijgen met een terugval. Het is niet uit te sluiten dat er een terugval volgt. En dat zal dan... dat zal dan in de herfst van dit jaar, de winter van dit jaar zijn, waarbij we te maken krijgen met een nieuwe uitbraak van het virus. Als dat virus niet beheersbaar is, dan moeten we terug in een lockdown situatie. En ja, als dat gebeurt, dan krijgen we wel een dubbele dip. En dan zal die economische krimp veel sterker uitvallen dan net gezegd. Dus dan wordt het een min die groter is dan 7%. Mag ik de volgende slide? Ja, dat is dus het alternatieve scenario. Even terugkijken naar de afgelopen periode wat we hebben gezien. In de periode dat we in lockdown zijn geweest is ongeveer een vijfde van de economie stil komen te liggen. Dat zit hem vooral natuurlijk in de horeca en de contactberoepen die stil zijn komen te liggen. En ook in de reisbranche. En ik had in de introductie even over het consumentenvertrouwen. En rechts in beeld ziet u wat daar de ontwikkeling van is geweest. Eigenlijk sinds de lockdown is ingegaan, is dat consumentenvertrouwen onderuit gegaan. En inmiddels zitten we op een echt dieptepunt. En hopelijk zal dat verbeteren als we straks weer verder open gaan. Graag de volgende slide. We kijken in deze tijd naar pintransacties van consumenten om die actuele ontwikkeling te duiden. Want de cijfers die vanuit allerlei instanties bekend worden gemaakt zijn voor een groot deel achterhaald. Omdat de ontwikkeling zo snel gaat. Dus pintransacties geven dan al een aardig beeld van die impact. En dan zien we dat er zo'n 30% minder is gepint de afgelopen periode van lockdown. En dat zit hem vooral in de vrije tijdsbesteding en bijvoorbeeld de aankoop van kleding. Anderzijds is er meer uitgegeven in woonwinkels en bij tuincentra. En wat ook een trend is die al langer speelt is e-commerce. En daar is juist veel meer in gaan zitten de afgelopen tijd. Mensen zijn vanuit huis veel meer online gaan kopen. En dat is ook een duidelijk effect van deze crisis, is dat daar veel meer activiteit terecht is gekomen. Dus bedrijven die daarmee mee te maken hebben een impuls gezien. Graag de volgende slide. Ik wil dan even kijken met u wat onze scenario's zijn voor de verschillende sectoren. Eerst even om de onderlinge verschillen duidelijk te maken. De horeca, waar je echt een duidelijk diep dal ziet natuurlijk, omdat daar weinig op dit moment kan. En straks na 1 juni hopelijk wel weer kan. Maar daar is de klap eigenlijk het grootst naast de vrije tijdssector in de reisbranche. Daar tegenover staat de food retail, waaronder u moet verstaan, dat zijn eigenlijk de supermarkten. Waar natuurlijk een hamstergolf is geweest, is ook het nieuws uitgebreid belicht. En waar ook de rest van het jaar meer omzet verwacht wordt. En ingetekend voor de bouw nog voor de havenregio als belangrijke sector. Daar verwachten we in eerste instantie niet veel krimp, maar later dit jaar wel. En die impact loopt altijd achter de ontwikkeling aan. Mag ik de volgende slide? Ik wil ook nog even naar industrie en transport kijken, omdat het natuurlijk ook belangrijke sectoren zijn voor de havens. Wat je ziet is dat alles wat met personenvervoer te maken heeft natuurlijk een forse klap heeft gekregen. Dat is ook iets wat deze crisis eigenlijk tekent, is dat grote verschil tussen personen- en goederenvervoer. En alles wat met personen interactie te maken heeft en met goederenhandel, dat loopt uiteen. In andere recessies zie je dat bijvoorbeeld grote handel en industrie zwaarder worden getroffen. Dat is nu juist niet het geval. Je ziet dat nu dus die horeca, die sectoren die met sluiting te maken hebben gehad, maar ook de luchtvaart heel fors geraakt zijn. Luchtvaart springt er ook uit als een van de sectoren waar het herstel ook heel traag zal gaan de komende jaren. En Schiphol verwacht pas in 2023, 2024 op het
op het oude niveau terug te zijn. Voor de haven als industrieregio is het afhankelijk van waar je in actief bent als industriebedrijf. De foodindustrie laat voor dit jaar nog een klein plusje zien, verwachten wij. En de high-tech is eigenlijk ook een sector die gewoon doordraait en niet zo heel veel last heeft van deze crisis. Maar als je kijkt naar de metaalindustrie en de automotive industrie, dan is daar de klap behoorlijk fors. Wat we in de regio Amsterdam, bijvoorbeeld bij Tata Steel en allerlei bedrijven daaromheen ook zien. Die productie ligt fors lager momenteel. Als we even kijken naar waar moet je eigenlijk aan denken qua omzetontwikkeling voor het hele jaar, dan moet u denken aan zo'n 10% krimp in industrie als gemiddelde. Dus er is een forse klap deze maanden, die zal ook doorzetten omdat die orderportefeuilles leeggelopen zijn. Dus dat zet zich verder door tot aan de zomer. Maar richting het einde van het jaar zien we in principe toch ook wel wat herstel. Dat is het basisscenario waar we vanuit gaan. En uiteindelijk kom je dan op zo'n min 10% uit voor die industrie. En in transport is dat iets minder, dus iets sterkere krimp. Maar vooral doordat het openbaar vervoer, et cetera, veel minder volume draait. Mag ik de volgende slide? Ja, ik wil even de stap maken naar de havenregio nog verder. En dan is het wel aardig om even naar de binnenvaart te kijken. Daar zijn ook recente cijfers over bekend, over april. En ik gaf in het begin aan, die ontwikkeling is snel gegaan. Dus eigenlijk is februari, maart alweer outdated als je kijkt naar de cijfers. En dan moet je kijken naar april. En in april is het binnenvaartvolume als tonkilometrage voor heel Nederland. Dus dat is tonnage over afstand. Met 13% gedaald. Nou, dat geeft eigenlijk aan hoe dat ook zo ongeveer in de overslag in havens zich zal doorvertalen. En dan valt verder op daarbij dat de terugval vooral in de droge ladingsector te zien is. En dat de tankvaart nog behoorlijk overeind is gebleven. Voor mij althans opvallend gezien de uitval van vraag vanuit de luchtvaart en brandstoffen. Veel minder wegverkeer. Maar er is kennelijk veel handel en ook veel opslag geweest, wat tot veel beweging heeft geleid bij die binnenvaart. Ook belangrijk voor de Amsterdamse haven als grote brandstofhaven binnen Europa. Mag ik de volgende slide? Even verder op die olieprijs en die tankvaart ingaand. De olieprijs is daarvoor belangrijk. Er wordt enorm veel opgeslagen op dit moment. De olieprijs is sinds begin van het jaar eerst met 2/3 gedaald. Is nu weer enigszins hersteld, maar is de helft lager dan wat het was. En daarom zie je dat er enorm veel wordt opgeslagen in tanks. Ik heb de tankvaart. In tankers op zee, maar ook in de binnenvaart. En dat is iets waar collega Caston straks ook nog iets over gaat zeggen, hoe dat verder in de haven zichtbaar is. Mag ik de volgende slide? Ik wil hiermee afronden met deze slide. Dat is een overzicht van de havens, de belangrijke havens in de Hamburg Havenrange. Waaronder Amsterdam. Het is dus heel belangrijk wat voor type haven je bent, hoe die impact is van de coronacrisis. En je ziet dat containers vooral in de andere havens groot zijn. Je ziet, ik heb de cijfers over het eerste kwartaal daarin getekend, dat Rotterdam, de overslag daar met 9% is teruggevallen het eerste kwartaal. Veel forser dan in Antwerpen, waar nog een plus te zien was. Nou, die onderlinge verschillen die hangen af van eigenlijk het netwerk wat je hebt als haven. Rotterdam is heel sterk verbonden met Azië. Dus daar zie je dat die lockdown in China heel sterk heeft doorgewerkt in die cijfers. En dat is in Antwerpen minder het geval geweest. Ook Antwerpen als exporthaven, terwijl de Nederlandse havens meer importhavens zijn.
Maar dat neemt niet weg dat in het tweede kwartaal ook daar een terugval te verwachten is. Juist omdat die productielocaties in Europa, die dus exporteren naar andere delen van de wereld, in het tweede kwartaal hebben stilgelegen. Dus het hangt er maar net van af wat voor type haven je bent. Hoe die impact zich verder doorvertaalt. En ik denk ook dat we kunnen zeggen dat veel bedrijven hebben gezien dat die verstoringen in de supply chain het actueel heeft gemaakt hoe je sourcing geregeld is. Hè. Dus bedrijven zetten dat op de agenda om te kijken van waar komen die producten vandaan en is dat risico voldoende afgedekt. En die hele herschikking die we waarschijnlijk gaan zien van supply chains. Ja, kan Amsterdam als Shortsea haven denk ik best wel wat kansen zien om daar meer naar zich toe te trekken. En misschien kan Machiel daar verder nog om doorgaan. Even een eerste vraag meteen van deze kant is. Je hebt natuurlijk gehoord van de extra impuls van 4 miljard vanmiddag. Zodat er enige positief effect hebben op de cijfers die je vandaag laat zien. Kan je iets over zeggen? En welke impuls bedoel je, Roel? Impuls van het kabinet en vervolg op de impuls van de eerste keer? We zien Nederland doet vrij veel, ook naar verhouding aan stimulering. En dat is echt nodig om die klap op te vangen, die ongekend is natuurlijk van de crisis. Maar het is niet voldoende om krimp te voorkomen van de economie, dat niet. Maar ik denk dat die demping wel heel belangrijk is. Ja, ik heb nog een vraag van Edwin Rem. In hoeverre verwacht ING dat internationaal protectionisme nog verder zal toenemen door de crisis en daardoor Nederland nog extra wordt getroffen qua internationale handel? Ja, dat is een hele goede vraag. Protectionisme is in beeld en het lijkt door de crisis wel versterkt te raken. Ja, persoonlijk ben ik daar absoluut geen voorstander van, omdat we kunnen wel gaan neersourcen en alles naar Nederland gaan halen, maar uiteindelijk profiteer je daar niet echt van, dat iedereen moet doen waar hij zelf sterk in is. En juist door handel kunnen we meer welvaart ontwikkelen. Dus ik hoop dat dat op die manier niet doorzet, want dat zou geen goede ontwikkeling zijn. Ben je wellicht iets te pessimistisch over de groei van online, waardoor misschien de cijfers nog wat gunstiger uitpakken? Dat is dan ook een vraag van Martin Kooijman. Want ik denk dat de cijfers misschien iets aan de bescheiden kant zijn. Of wellicht niet kloppen zelfs. Maar goed, daar wil ik niet over. Ja, ik kan er wel iets over zeggen. We hebben in die cijfers de correctie gedaan voor trendmatige ontwikkeling. Je hebt sowieso een trend naar online. En die hebben we weer uitgehaald. Dus eigenlijk is die groei bij online veel sterker dan wat we laten zien. Maar we willen dat even corrigeren voor de algemene trend. En je moet natuurlijk wel beseffen, online is in veel segmenten nog maar 10% van de totale omzet. Het meeste vindt nog plaats in de winkelstraat. Dus als je daar enorme groei ziet, dan compenseert dat niet voor de winkelstraat omzet. Dus dat is eigenlijk waar je mee te maken hebt. Goed, dankjewel Rico. Omwille van de tijd moet ik naar de volgende presentatie. En dat is Margiel Bode, sectorbanker bij ING, je collega op transport en logistiek. Hij leverde begin dit jaar een hele belangrijke bijdrage aan een sectorstudie die die hebben wij toen ook naar buiten gebracht, waarin stond eigenlijk dat de gateway van west naar oosten zal gaan verschuiven. En dat dat wel degelijk veel kansen zou mee kunnen brengen voor met name de haven van Amsterdam. Ik denk dat Margiel aan boord is. Denk je dat de conclusies uit je rapport nu in een ander daglicht komen te staan door de coronacrisis? Roel, dat... Margiel? Ja, hoor je mij? Ja, ja, ik hoor je zeker. Oké, prima. Nee, maar even een kopje. Ik denk dat dat zeker het geval is. Ik denk dat dat zeker het geval is. Je zal zien dat die coronacrisis voor een versnelling en een vergroting van de effecten zorgt. Hè, wat we daar in dat rapport destijds signaleerden, of destijds, is nog maar een paar maanden geleden. Ja. Was dat er kleine veranderingen op gang aan het komen waren. Ja, en hetgene wat er nu gebeurt is een enorme duw in de rug van die kleine veranderingen. Ja. En daar wil ik het graag zo over hebben.
Nou, dat is wel natuurlijk heel actueel. Hè? Zo'n rapport komt opeens in een heel ander daglicht staan. Dus nou, neem ons even mee door je rapport en let ook even op de tijd inderdaad. En anders zal ik je eventjes signaleren. Heel goed. Dankjewel. Volgende sheet graag. Succes. Dank je. Ja, waar we het al over hadden. Dat Nederland is meer dan alleen een gateway. In januari van dit jaar leverden wij dat rapport Gateway op samen met TLN en TVM. En op dat moment was die coronacrisis nog ver weg. Maar we signaleerden wel de eerste contouren van de verandering. En de twee hoofdconclusies waren: de groei van de mainportfunctie neemt af en Nederland wordt logistiek gedreven door productie en handel. Wat betekent dat? Nou, kijk je naar die mainportfunctie, dan zie je dat de functie van draaischijf aan het verdwijnen is. Je ziet overigens wel tot dat moment, hè, want we leverden het in januari op, dat zee- en binnenvaart groeicijfers lieten zien. En dat met name de containeroverslag werd gedreven door e-commerce. Het aandeel binnenvaart in het achterlandvervoer steeg van 33% naar 40% ten koste van het wegvervoer. En dat waren op dat moment gunstige ontwikkelingen, die ook wel een onderdeel waren van, zeg maar, die trendmatige ontwikkeling. Als je dan kijkt naar Nederland, Nederland met logistiek, wordt logistiek gedreven door productie en handel. En dan kijk je naar de groeisectoren. En dat zijn chemie, voedingsmiddelenindustrie, machines en apparaten. En wat je dus ook ziet is dat in het kielzog van de e-commerce het aantal distributiecentra in die logistieke hotspots zeg maar toeneemt. Hè, en dat ook de drijver erachter is. Dan wil ik graag even naar de volgende sheet. Het achterland wordt steeds belangrijker. En we trekken hier drie conclusies. Oost- en Centraal-Europa wordt steeds belangrijker. Multimodaliteit wordt de norm. En we zien een afnemend belang van de doorvoer. Oost- en Centraal-Europa steeds belangrijker. Als je naar het bovenste plaatje kijkt, en dan zie je een rijk gekleurd landschap met een indicatie van economische bedrijvigheid en van consumentenbestedingen. En als je dat vergelijkt met de oude blauwe banaan van een paar jaar geleden, dan zie je dus dat landschap wel degelijk aan het veranderen is. En dat betekent ook dat je van alle kanten dat gebied zou kunnen en zal gaan benaderen. Je hebt dus niet alleen maar één ingang helemaal in het westen bij Nederland, maar in het oosten en in het zuiden en in het noorden. Van alle kanten kan dat territorium als het ware benaderd worden. En als je dan het onderste plaatje erbij betrekt, en dat is het plaatje van de zijderoute. En zijderoute is niet alleen maar spoor, maar dat is natuurlijk net zo goed over het water, over de weg en door de lucht. Dan zie je eigenlijk dat vanuit China dat grondgebied van Europa met meerdere modaliteiten heel goed bediend kan worden. Hè? Dus multimodaliteit, dat wordt de norm. We zien ook een afnemend belang van doorvoer, omdat met name als de circulaire economie zich doorzet en als de energietransitie zich doorzet, dan zullen ook bepaalde goederenstromen uit de haven, uit Rotterdamse haven, zullen gewoon verdwijnen. Dat betekent dus dat je zal moeten inzetten op het koesteren en stimuleren van je maakindustrie en je handel in de regio. Graag de volgende sheet. Corona was ver weg, hè, toen wij ons onderzoek deden, maar nu dus niet meer. De impact van corona op de logistiek kan je ook weer naar drie constateringen terugvertalen. Wat je zal zien is, de eerste, de bestaande trends zullen versnellen en die zullen aan impact winnen. Je zal ook zien dat er een flinke volumedaling voor transport en logistiek zal plaatsvinden. Daar heeft Rico het al ook over gehad. En daarnaast legt de uitbraak de zwaktes van de wereldwijde bevoorradingslijnen bloot. Duidelijk is, hè, waar Rico het ook net over had, later zullen die volumes weer oplopen. Maar mogelijk op een geheel andere manier dan voor de crisis. Dat ze op dezelfde manier terugkomen als voordat ze verdwenen, is maar even de vraag. Vraag de volgende sheet. De eerste constatering was dat bestaande trends zouden gaan versnellen. En dan hebben we het over trends die je in bepaalde categorieën kan verdelen. Maar beginnen we even met de globalisering. Globalisering was heel lang een trend. En deglobalisering begon vorig jaar eigenlijk ook al wat contouren te krijgen. Denk aan Brexit, denk aan de herrie tussen Amerika en China. Er was natuurlijk van alles nog wat aan de gang. En als je nou kijkt naar het effect van deglobalisering, dan zou je zien dat in dat kielzog van die deglobalisering er opkomend nationalisme is, dat er naar regionale oplossingen gezocht gaat worden. En dat brengt bijvoorbeeld ook weer regionale DC's met zich mee.
Kijk je naar technische trends zoals digitalisering, robotisering en 3D-printing, dan gaat in die nieuwe wereld, in die nieuwe setting na corona, gaat dat in toenemende mate een rol spelen. En samen met die deglobalisering en met die regionalisering levert dat kansen op. Dus daar waar bestaande trends zich versneld voortzetten, zal je ook zien dat dat kansen biedt. Wat altijd wel aardig is om je te realiseren, is dat je heel goed kan uitrekenen hoe het met een economie, wereldeconomie, nationale economie of met een sector gaat. Maar je weet nooit precies hoe de verdeling daarvan over individuele bedrijven in een sector zal zijn. Dat betekent dus dat deze trends, die op zich voor de ene bedreiging zullen zijn, ook kansen bieden, omdat het toenemende handel met zich mee gaat brengen. Omdat het ook ervoor gaat zorgen dat er meer naar toegevoegde waarde gekeken zal gaan worden. En met name die trend van misschien wel minder just in time om risico's in je supply chain te coveren, zal je zien dat er meer DC's, meer regionale opslag, meer buffervoorraadvorming in de omgeving zal plaatsvinden. En dat betekent dus ook dat je veel breder zal gaan kijken naar logistieke oplossingen, waarbij multimodaal vervoer de norm wordt. Kijken we naar de wereldwijde gefragmenteerde aanvoerlijnen. Dat was een andere van de constateringen. Nou, die coronacrisis startte natuurlijk in China en was daar gelijk heel ingrijpend. En wat je daar zag was dat China was in feite de fabriek van de wereld geworden. En dat werd dat uitvallen, dat acute uitvallen, werd natuurlijk heel zwaar gevoeld in productiebedrijven, bij retailers en bij logistieke bedrijven over de hele wereld. En wat je daar zag was dat zo'n globale crisis aantoont hoe kwetsbaar aanvoerlijnen zijn geworden. Productie wordt verplaatst naar de plaats waar het zo goedkoop mogelijk kan. En bedrijven houden kleine voorraden en rekenen op continue aanlevering, just in time. Het moest allemaal zo goedkoop mogelijk en transport was ook heel vaak een hele goedkope oplossing. Transport was toch over het algemeen een soort van sluitstuk en maakte wel heel erg veel mogelijk. Dat betekent dus dat aanvoerketens werden lang en complex en productiebedrijven wisten vaak niet eens meer wie hen van wat voorzag. Graag de volgende sheet. Veranderingen bieden dus ook kansen. Wat je zal zien is, die supply chains die gaan veranderen. Het is ook geen vraag meer dat het gebeurt. Onderzoek van Buck Consultants wees al uit dat 83% van de Chinese bedrijven in de crisis zelf al een aanleiding zien om hun eigen supply chains anders te gaan inrichten. Nou, zij zaten aan de bron, bij de oorzaak. En dat is denk ik wel heel significant. En dat betekent dus dat er opportunities zijn doordat er meer voorraden aangehouden zullen worden. Meerdere bevoorradingspartners worden gezocht om alternatieven te kunnen aanbieden. Dat betekent dus ook dat daar een stukje consultative selling achter zou kunnen zitten. En er wordt ook verwacht dat er hechtere samenwerking met transportbedrijven zou kunnen gaan ontstaan. Het omgekeerde kan net zo goed, maar dat is denk ik dat is even een andere discussie. Graag de volgende sheet. Het belang van de maakindustrie in de handel voor de Nederlandse logistiek. Nou, duidelijk is, Nederland is meer dan enkel een gateway. We hebben een aantal hele duidelijke pluspunten. We hebben sterke binnenlandse productie. Even los van waar we nu zitten. Maar in principe, in een opgaande economie, zal dat een van onze sterke punten zijn. Sterke binnenlandse productie in belangrijke goederensoorten. We zijn altijd een handelsland geweest, handelsland bij uitstek. En we maken onderdeel uit van een grenzeloos netwerk. We zijn goed gepositioneerd. Kijk je naar de productsoorten met de meeste toegevoegde waarde, want daar zou je wel op moeten gaan mikken, dan heb je het over de groep die goed is voor zo'n 34% van het bruto binnenlands product. En dan gaat het over metaal en metaalproducten, over sierteelt en over de machine- en de shipindustrie, in het bijzonder voor de voedingsmiddelenproductie. Het belang van de maakindustrie en de handel is heel groot. Hè? De volumes op peil brengen zal ook moeten gaan gebeuren met een sterke Nederlandse maakindustrie en met een sterke handel. Volgende sheet graag. Wat wel een aardige indicatie was, ook in ons rapport van vorig jaar, is dat we daar onze plek op de logistieke performance index in ogenschouw namen. De logistieke performance index is een wereldwijde index die aangeeft hoe interessant een land is op logistiek gebied. En daar had Nederland een paar jaar geleden de ambitie uitgesproken om in 2020 op de eerste plaats te staan. In plaats daarvan constateren we overigens dat we successievelijk daar wel aan het wegzakken zijn. En dat we inmiddels de top 5 ruimschoots verlaten hebben. Dat betekent dus dat als je
in de nieuwe wereld, in de nieuwe setting na corona, in die opgaande lijnen van volumes een rol speelt, hè, dan zou je moeten blijven investeren in je achterlandvoorzieningen. Dan zou je moeten blijven investeren in mainports en de verbindingen tussen de logistieke hubs. En ervoor waken dat mainports verschralen tot transitohavens. Focus moet liggen op toegevoegde waarde. En die toegevoegde waarde die gaat dan voornamelijk naar dat achterland, naar dat zo belangrijke achterland. Nou, beleid moet inzetten op, en er staat een heel rijtje aan zaken. En dat zijn toevalligerwijs ook allemaal de onderdelen van die logistieke performance index. En wat we gemerkt hebben, is dat het superbelangrijk is dat er, om dat soort zaken te bereiken, om daar ook zeg maar, structureel iets aan te doen, er een hele duidelijke link moet worden gelegd tussen ondernemen en tussen beleid. Daar wil het nog wel eens een keer aan schorten, ondanks alle goede bedoelingen. Dat betekent in feite dat je continu op dat twee sporen beleid moet zitten, dat je beleid en ondernemen met elkaar verbindt vanuit het perspectief van waar je naartoe wil gaan. Volgende sheet graag. Toevalligerwijs ook net een ontwerp havennota voorbij gekomen. En wat je daar ziet is dat, daar zitten natuurlijk een paar dingen achter. Hè? Rotterdam als grootste haven ter wereld is door de opkomst van China toch wel enigszins ingehaald. Hè? En de positie van de haven staat ook onder druk door concurrentie en energietransitie. En als je naar het onderste plaatje kijkt, dan zie je daar, dat is de container output in feite. Als je dan kijkt hoe die container, hoe de score, hoe het verloop daar is, dan zie je toch een aantal havens zie je opkomen. Piraeus valt natuurlijk heel erg op. En die twee spikes daar rechts, dat zijn natuurlijk grote spikes, omdat de uitgangspositie was natuurlijk aan de lage kant en met een beetje groei sla je al behoorlijk uit. Maar als je in dit staartje alle havens zou optellen die op het Iberische Schiereiland zijn, dan kom je ineens ook al een heel eind hoger uit dan dat je zou verwachten. Dat betekent dus dat dat gebied, dat Europese gebied, wordt vanuit verschillende kanten bediend. En dus is het ook noodzakelijk om daar een goed beleid op te hebben, maar ook om breder te kijken. Niet alleen naar één haven, maar je moet kijken naar een stelsel van nationale zeehaven, proberen daar het beste uit te gaan halen. Volgende sheet graag. Kansen voor het bedrijfsleven en de logistiek. We hebben in dat onderzoek hebben we ook een poging gedaan. En ik zou iedereen wel aanraden dat rapport toch maar eens even op te zoeken en nog een keer goed te lezen. Maar dan hebben we een poging gedaan om een aantal koplopers tegen het licht te houden. En te kijken van wat onderscheidt hun nou van niet-koplopers en wat verbindt ze. En wat je dan ziet is dat de sleutel voor succes heel vaak is dat je krimpmarkten tijdig herkent. Niet blijven hangen in de dingen die je altijd al deed. En ook gewoon het lef hebben om activiteiten dan af te bouwen. Wat ook heel duidelijk is, het verschuiven van de focus naar het oosten van Europa. En wat ook super belangrijk is, is een andere vorm van logistiek bedrijven. En dat betekent regie voeren, regie pakken in je eigen logistiek netwerk. En daar zit vaak de kracht van logistieke dienstverleners in. En daar moet je dus wat mee gaan doen. One-stop shopping oplossen aan de klant. Dus kijken wat heeft de klant nodig en proberen dat zo goed mogelijk samen in te vullen. En zo groot mogelijk share of wallet bij een klant te hebben. En dat betekent dus ook inzetten op je lokale connecties en op sterke Nederlandse sectoren. Laatste, hele belangrijke mogelijkheden van transport van en naar China uitbouwen. China is toch een hele dominante factor in het hele spel. En daar moet je echt goed rekening mee houden. Dus werken aan een rol in een grensloos netwerk, super belangrijk. Koplopers herkennen dus de relevante trends tijdig en vertalen ze naar een slim en winstgevend businessmodel. Graag de volgende sheet. Dan komen we bij de laatste sheet, hè. De praktische suggesties. De wrap-up van een aantal dingen op een wat hoger niveau. Nogmaals, heel belangrijk, verbind ondernemerschap met infrastructuurbeleid. Door samen optrekken kunnen logistieke prestaties van de BV Nederland worden verbeterd. En daar hebben logistieke dienstverleners en hun klanten alleen maar baat bij. Ook een hele belangrijke, de twee belangrijkste trends eigenlijk. De verschuivingen in Europa, die ik net heb laten zien. En de groeiende macht van China. Stel daar ook je internationaal beleid en je ondernemerschap op af. Dus zowel beleid als ondernemerschap op deze trends proberen te enten. En daar zeg maar, vorm aan geven. En heel duidelijk is ook, verleg de focus van sturen naar tonnen, naar sturen op waarde en volume. Ten slotte, volg de klant en investeer in toegevoegde waarde in je netwerk. Want je netwerk
en je toegevoegde waarde voor je klanten. Dat is de, in feite de nieuwe kurk waar je businessmodel op moet gaan drijven. En leren van die koplopers. En voor die koplopers en dat leren van. Zou ik graag nog een keertje verwijzen naar ons rapport van Gateway Nerd. Op de site verkrijgbaar. Dankjewel, Margiel. Ik ga er meteen maar even in met een vraag van. Hij komt in ieder geval van Peter de Bois, is planoloog. Bezig met planologie in diverse steden. En hij komt met een interessante invalshoek. De havens aan de Noordzee, Hamburg, Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Zouden die niet een innovatieve coalitie moeten vormen om daarmee de concurrentie aan te gaan? Ja, ik denk als je innovatieve coalitie zou vertalen naar het verbinden van hun netwerken om op die manier waarde te kunnen toevoegen door de samenwerking en dat iedereen dan ook doet waar die het beste in is en daar geen verspilling in weet te realiseren, dan denk ik dat dat zeker de moeite waard is. Absoluut. In het plan zie ik verder niet echt een tijdframe, of ik heb er overheen gelezen of ik heb niet goed geluisterd, maar wat schat je in? We hebben natuurlijk allemaal behoefte aan korte termijn succes of coalities. Wat denk je qua tijd? Dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat je daar in principe nu al mee moet beginnen en dat je een duidelijke end state met elkaar zou moeten formuleren. Zodat je weet waar je naartoe werkt en dat je niet verzandt in talloze tussenstapjes. Uitstekend. Nog een vraag van Martin Kooijman. Die vraagt zich af hoe je aankijkt tegen de invloed vanuit China, ofwel de zijderoute natuurlijk, zoals alle havens die min of meer inmiddels, er zijn diverse havens aan verbonden. Oh, die vraag is ontzettend lang, maar ik vraag me af of je daar meteen een antwoord op kan geven. Het is natuurlijk al gezegd, het is een plek met een modaliteit die van belang nu kan groeien. Aan de andere kant is het ook weer invoer uit China. En jouw pleidooi zit natuurlijk ook op meer lokaal. Ja, zit absoluut op meer lokaal. Maar wat je moet realiseren, die treinen komen hier aan en moeten ook weer terug. Dat betekent dus dat er ook heel veel emploi is voor de retourvrachten. En als het gaat over het perspectief, dan is dit juist een enorm pleidooi voor niet op tonnen of op volume proberen te sturen, maar op waarde. Want de gemiddelde waarde van een container op de zijderoute spoorlijn is factor 10 of meer hoger vaak dan wat er op de boot staat. Dus de waarde en de weging, daar zit ook nog wel een overweging in om er wellicht anders naar te kijken en dan in een mix van verschillende modaliteiten. Ja, het is misschien wat tegenstrijdig. Aan de ene kant protectionisme. Aan de andere kant wil je het volume op de zijderoute vanuit China wil je opvoeren. Heb je daar nog een antwoord op? Ja, als je het goed doet, dan zorg je ervoor dat hier zoveel mogelijk containers leeg zijn. En waarmee je dus je eigen handel en je eigen productie ook naar een van de grootste landen met grootste consumentenconcentraties kan krijgen. Ja. Ja, als dat lukt, dan zit je waarschijnlijk goed wat dat betreft. Goed, dankjewel Margiel voor je heldere presentatie. En dan gaan we nu tot slot naar Gaston Chang, projectmanager Strategy and Innovation bij Port of Amsterdam. Gaston, hoor je mij? Kunnen wij jou... Ik hoor inderdaad een duidelijke rol. Wij zien je nog niet, dacht ik, of wel? De camera staat aan. Maar... Ja, oké, dan is goed. Hoe ziet je functie er bij de Port of Amsterdam ongeveer uit, Gaston? Dat is wel interessant om te weten, want niet iedereen wist misschien dat je op dit vlak actief was. Bij Port of Amsterdam ben ik actief als economisch onderzoeker en het volgen van markten aan de ene kant. En aan de andere kant zit ik op een aantal inhoudelijke dossiers die in de regio spelen. Als dus vaak vanuit een bepaalde expertise of economie of binnenvaart bijvoorbeeld. Ja. Goed, vandaag neem je ons mee in een aantal perspectieven voor het haven- en bedrijfsleven. Zijn we natuurlijk uitermate benieuwd naar, want dat is onze hoofdschotel. Het belang van de Port of Amsterdam, haven van Amsterdam. Dus neem ons graag even mee door je presentatie. Dan spreek je weer straks.
Hey, ik zal jullie meenemen door de presentatie. De vorige sprekers hebben al een mooi inkijkje gegeven eigenlijk in hoe de haven functioneert en natuurlijk ook hoe de crisis heeft gefunctioneerd en wat alle economische verbanden waren. Ik ga een beetje stapsgewijs door soms zeggen we wat het voor ons betekent heeft, de crisis, en wat het nog betekent en hoe wij het volgen en waar wij onze kansen en perspectieven zien. Zou ik graag de volgende sheet mogen? Oké. Rigo heeft al aangegeven van dat de crisis in China is begonnen en hoe dat eigenlijk ontstaan is. Op het moment dat wij de crisis in China zagen ontstaan, hadden wij wel het gevoel van dat is toch een soort zwarte zwaan, een ziekte die ineens hele economie plat legt. Dus we zijn het wel gaan volgen. Op het moment dat het ontstond, had het eigenlijk vooral wel snel, maar vooral impact op containervaart. Nu is dat containervaart op Azië voor ons nog niet een, was voor ons geen groot segment. Maar doordat de crisis zo snel groter werd, zagen we wel wat gebeuren. Het eerste signaal wat eigenlijk voor ons echt heel concreet werd, was op het moment dat de automotive automotive productie werd opgeschort. Met name bij Nissan, wat natuurlijk een speler ook partij in onze haven is. Mag ik de volgende sheet graag? Gaston, ik geloof dat we je niet zien, maar... Goed, als je me maar hoort. Ja, maar goed, misschien kan je even kijken naar je camera. Mijn camera staat aan, ik zie mezelf wel op het scherm. Ja, ik zie je wel inderdaad, dus misschien anderen niet. Goed, ga verder. Ik moet even de draad erop pakken. Eigenlijk binnen 3 maanden is dit plaatje wat we zien. Dit virus heeft groots om zich heen gegrepen en heeft alle economieën beïnvloed. En eigenlijk zijn we als haven dus eigenlijk midden terechtgekomen, midden in het gebied waar het coronavirus heerst en waar allerlei maatregelen zijn genomen bij verschillende economieën. Maar het is niet alleen bij ons, het is ook, het kaartje geeft ook eigenlijk aan van zowel in ons voorland als in ons achterland is het virus uitgebroken en zijn economieën met beperkingen. In het staatje wat eigenlijk naast de kaart is weergegeven, heb ik met de bovenste percentages willen aangeven van hoe eigenlijk ons achterlandtransport is. Grofweg twee derde blijft binnen Nederland en andere belangrijke destinaties in herkomst zijn Duitsland en België in het continentale Europa. En het onderste staatje geeft aan waar eigenlijk wat de belangrijkste zeevaartverbindingen zijn naar volume. En ook dat zijn gebieden waar die volop in het coronagebied zitten. Mag ik het volgende staatje graag? Het volgende zit. Corona werd voor ons heel tastbaar en heel zichtbaar in 2 segmenten. In de cruisevaart, daar werd het eerst zichtbaar. Op zee waren de uitbraken op verschillende schepen en havens namen al snel het besluit om te sluiten voor de passagiersvaart en te sluiten voor de cruiseschepen. Dat werkte ook snel door op het toerisme. Het rechterplaatje geeft aan een beeld van de straten in Amsterdam in april. Terwijl in een normale aprilperiode de straten gewoon vol bevolkt zouden zijn. En dat het doorwerkte in het toerisme had gevolgen ook voor horeca, had gevolgen voor, maar ook voor de gemeente. Zoals dalende inkomsten van toeristenbelasting. De cruise sector. Staat voor een grote uitdaging en zal ook niet zo 1, 2, 3 meteen weer op stoom zijn als alle maatregelen zijn opgeheven. Schepen moeten worden aangepast, terminals worden aangepast. En het is ook van schepen gaan pas varen als er gewoon meerdere landen en meerdere havens open zijn. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft? Een andere sector waar het voor ons heel zichtbaar werd was de oliesector. Dit plaatje is een week geleden gemaakt en geeft aan eigenlijk de schepen, olieschepen en chemietankers die er varen. En daar zitten gewoon heel veel schepen. Ik geloof pakweg 40 schepen die voor de kust drijven op dit moment als varende opslag. Dit is eigenlijk een soort elk voordeel en nadeel. De tanks bij ons in de haven zijn gewoon heel erg vol met voorraden. En
ja, een deel wordt dus varende voorraad nu en het wordt ook opgeslagen in treinen en andere plekken. Dit is al, Rico heeft in zijn verhaal al aangegeven van de olieprijs. We hebben natuurlijk een aantal maanden, een aantal weken geleden ook om het meest extreme gezien, zelfs een negatieve olieprijs. Als gevolg van het overaanbod wat er was aan olie. Inmiddels zijn er wel productiebeperkingen ingesteld. Maar we zitten nog steeds met grote voorraden. Omdat er gewoon een tijd lang geen vraag is geweest. Inmiddels, nu de maatregelen worden versoepeld, zie je her en der wel meer vervoer komen. Meer vervoer op de weg. En ook meer luchtvaart. Dus langzaamaan zal die vraag wel aantrekken. Maar het zal nog wel even duren voor alle voorraad weer op is, zeg maar. En het zal ook wel een tijd duren voordat de vraag weer op het oude niveau is. Zo verwacht de luchtvaart bijvoorbeeld dat pas in 2024 eigenlijk weer het vliegen op het niveau van pre-corona is geweest. Naast dat we te maken hebben met corona, hebben er natuurlijk ook gelijktijdig nog een aantal geopolitieke ontwikkelingen gespeeld. Die ook nog een prijseffect hebben gehad. Mag ik de volgende sheet graag? We zijn eigenlijk, ja, ik werd al gezegd, de intelligente lockdown zijn we door. We zijn nu in een periode, een overgangsperiode. Maatregelen worden versoepeld. Maar we leven zeker nog niet in de economie van voor de crisis. De Economist spreekt over ja, 90% economie, er is veel mogelijk, maar nog lang niet alles. Het is in Nederland eigenlijk, staat het meer bekend onder de 1,5 meter economie. Het wordt drukker op de weg, bedrijven starten op, openbaar vervoer gaat meer rijden. Maar ja, we zijn er nog niet. De vraag is natuurlijk wel van de onzekerheid die er eigenlijk heerst is. Natuurlijk wat Rico ook al eerder aangaf van ja, komt er in het najaar of op een ander moment komt er nog een tweede of een derde uitbraak. Dat het niet reëel is, dat zien we in landen in Azië waar toch kleinere uitbraken zijn na de eerste uitbraak. En de tweede onzekerheid waar we in beland zijn is een economische recessie waar ook al op geduid werd. En ook daarvan is de vraag van ja, hoe lang gaat het duren en wat is de impact? Mag ik de volgende sheet graag? Maar ik heb nu ja, toch wat stilgestaan bij een somberder verhaal. Maar er zijn ook, gebeuren ook best interessante dingen ten tijde van deze crisis in verschillende supply chains buiten de haven. Maar ook in de haven. En je zou kunnen zeggen, een crisis maakt creatief. Wat ik in de haven mooi vond, was bijvoorbeeld een bedrijf, het bedrijf Dame, wat eigenlijk heel snel al omschakelde naar het 1,5 meter werken. En wat ook eigenlijk de teruggaande internationale orders snel wist op te vangen met orders van Nederlandse bedrijven. En als ik kijk naar andere sectoren, wat bijvoorbeeld een mooie ontwikkeling was, was dat Formule 1 teams ja, van de beademingsapparatuur gingen ontwerpen. En, maar wat ik ook heel bijzonder vond, was eigenlijk een hele traditionele ouderwetse keten, het onderwijs, dat dat binnen 1-2 weken op volledig digitaal onderwijs zat. Mag ik de volgende graag? Tot slot, waar liggen de kansen? En de kansen eigenlijk die ik zie, ja, is wat het Green Recovery wordt genoemd. Oftewel eigenlijk de mogelijkheid voor ons om voor de economie en duurzamer uit de crisis te komen. Gaat uit van de gedachte van, ja, er wordt nu veel steun gegeven om bedrijven overeind te houden. Maar zou je die steun ook niet gelijk moeten inzetten voor ja, een vergroening of een verduurzaming? En je ziet dat eigenlijk op verschillende fronten en plaatsen op, wordt opgeroepen. Er zijn oproepen geweest van CFO's, van bedrijven, wetenschappers, politici. Maar er worden, wat we ook bijvoorbeeld zien is bij de EU wordt ook opgeroepen voor een vergroening. En vanmorgen was er wat gepubliceerd over de recovery-strategie van de EU. En daar wordt al in aangegeven dat er
worden opgeroepen om te investeren in circulair waterstof en in duurzame mobiliteit. En dit zijn eigenlijk ontwikkelingen die passen eigenlijk in ons beeld en de weg waar we ook als haven zijn ingeslagen van een verduurzaming en een duurzaamheidstransitie. Tot zover. Dankjewel, Gaston. Denk jij dat, als je kijkt, want je hebt al eerder in een artikel gezegd, corona crisis is een zwarte zwaan. Denk je dat we, wat leren we hiervan eigenlijk en wat kunnen we meenemen naar de toekomst? Dat is denk ik wel belangrijk om te weten met je achtergrond in de haven. Wat ik ervan geleerd heb en wat we hiervan geleerd hebben, is dat doordat de globalisering zo sterk is, dat de impact zich zo snel kan verspreiden. En dat je daar dus op in moet spelen. En ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je daar ook snel op in moet spelen. Maar vooral de snelheid en de wijsheid van zo'n ontwikkeling, maar ook dus in relatie tot de zwarte zwaan van ja. Mm-hmm. Niemand had verwacht dat een virusuitbraak gewoon een wereldwijde economie kon platleggen. Duidelijk. Hoe gaat het eigenlijk met de Amsterdamse haven, vraagt Kees Noorman zich af van Oram. Operationeel heb ik het idee, bij de geluiden die me bereiken gaan het goed. Bij bedrijven, ja, daar zien we toch echt wel een teruggang in omzet. Kan je iets specifieker misschien nog per onderdeel iets daarover zeggen? Er zijn een aantal sectoren waarin we teruggang zien in de energie. De energie zit een beetje duaal. Daar zien we teruggang in de overslag. Maar wat ik al eerder aangaf, zeker in de olieproducten, zitten de tanks gewoon vol. We zien een teruggang in de overslag of in de bouwmaterialenketen. En we hebben natuurlijk een teruggang gezien ook in de Tata-gerelateerde stromen. In de automotive die daaraan vastzit. Ja, ik kan me voorstellen dat de crisis een impact heeft op energietransitie, zegt Peter van Wessel. Maar het kan natuurlijk ook een kans zijn voor de nieuwe ontwikkelingen zoals waterstof en dergelijke. Kan je daar iets over zeggen? Zie je dat al? Nou, we zien het nog niet, maar er zit, het muntje kan twee kanten opvallen. Er zit best een risico in als, maar het is net een beetje hoe dit groene herstel gaat, zeg maar. Er zit best een risico in. Bedrijven zijn nu vooral gefocust op continuïteit. En de overheid gaat natuurlijk, steekt nu massaal veel geld in steunmaatregelen. Aan de andere kant, als daar die verduurzaming uitkomt, biedt het de kans. Maar ook als de olieprijs heel laag blijven. En dan zit er best een risico in. Duidelijk. Er zijn nog wat andere vragen binnengekomen. Ook voor de andere sprekers. Die wil ik nog één of twee even voorbij laten komen. We hebben nog een paar minuten. Dus dat is wel aardig. Ik zie hierin de lijst bijvoorbeeld die switch, en ik denk dat die voor, die is denk ik voor Margiel bestemd. Die switch van de economische lijn van banaan naar het zuiden, naar komkommer oost-west. Is die een veeg teken voor de samenhang eigenlijk in de Europese Unie? Dat is het zeker, want er gebeurt natuurlijk van alles op het vlak. Als je kijkt waar de Chinezen dan naartoe gaan, hè, welke Oost-Europese en Centraal-Europese landen ze bezoeken en wat ze daarvoor afspraken kunnen maken. Die zijn al lang op dat spoor gezet natuurlijk van die ontwikkeling en van de mogelijkheden die daar zijn. En het is ook een beetje de combinatie van die deglobalisering en dat nationalisme, gevoed door de stijgende welvaart in die landen, dat levert een vreemde cocktail op die toch een beetje een negatieve kant op lijkt te gaan. Ja. Rico, denk jij dat, kijk, die auto-industrie, is dat nu een
aflopende kwestie, omdat daarmee ook een groot deel van de olievraag minder wordt. En dat elektrisch misschien ook niet gaat redden. Er zijn wel drie bepaalde beweringen, maar kan je daar iets over zeggen? Moet je even je microfoon aanzetten en je camera. Ja, de automotive industrie die start natuurlijk weer op nu door Europa heen. En die supply chains gaan weer lopen. Er is al productieachterstand opgelopen. Dus je ziet dat in de leveringen heel duidelijk terugkomen. De komende maanden worden er weinig auto's geleverd. En dat zie je ook terug in de registraties van nieuwe auto's. Dat is een kwestie van nu weer opstarten. Hoe gaat het met de elektrificatie verder? Die zet gewoon door. Je ziet dat de verkoop van elektrische auto's eigenlijk minder is teruggevallen dan die van conventionele auto's. Ja. En dat heeft verschillende redenen. Mensen vragen zich af, ja, de olieprijs is gekelderd, dus het wordt goedkoper om die benzineauto te blijven rijden. Dat is wel zo, maar een groot deel van de prijs aan de pomp is belasting. Dus dat merk je niet zozeer. En er is nog steeds enorme druk vanuit Europa om die elektrische auto's te gaan bouwen. Ja. En we hebben die doelstelling op CO2 en elektrificatie. Dus dat zet door. En er worden allerlei nieuwe modellen geïntroduceerd. En fabrikanten houden daar gewoon aan vast. Dus later dit jaar de Volkswagen ID.3 bijvoorbeeld. En een set van andere modellen die ook gewoon op de markt komen. Dus dat gaat door. Niet voor niks wilde Elon Musk natuurlijk versneld zijn fabriek weer open hebben. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, mensen gaan nu toch meer thuis werken. Er komt een ander besef, een andere mentaliteit. Dus het kan ook zijn natuurlijk dat zelfs de elektrische auto niet meer populair wordt. Voor een tijdje of misschien langdurig. Is dat onlogisch om dat te denken? Nou ja, je ziet dat mensen vooral nu het OV mijden op het moment. Dus ja, meer thuiswerken, dat kan zeker een factor zijn. Maar je ziet ook dat mensen nu juist tweedehands auto's kopen om het OV te mijden. Dus mensen willen met eigen auto om risico's te mijden. Dus dat werkt eigenlijk tegen elkaar in, die twee ontwikkelingen. Je zou kunnen zeggen, van als nou mensen ook minder met het openbaar vervoer gaan, komt er wat meer ruimte op het spoor, zegt Rob Smit. Voor het goederenvervoer bedoelt hij waarschijnlijk. Ja, dat is zeker een punt. Want we zitten op het spoor behoorlijk vol en dat weerhoudt ons van groei daar. Absoluut. Ja. Food for thought dus. Nou goed. We zijn aan het einde gekomen van dit webinar. Kansen en bedreiging voor het havenbedrijfsleven. Als gevolg van de coronacrisis. Ik vind het fijn dat u meegeluisterd en gekeken heeft. Als ik even terugkijk samenvattend, dan zei Rico Luman, die zojuist hoorde, dat de Nederlandse economie weliswaar in een dieper dal zit dan 2008, maar krijgt in beide scenario's, hoor je me nog? Ja, krijgt in beide scenario's wel sneller uit het dal. Dus ik ga even terug samenvatting maken. Maar Giel deed een aantal praktische suggesties naar aanleiding van zijn recente case study. Er zaten toch wel wat positieve aanknopingspunten in die wellicht niet direct kunnen worden ontwikkeld, maar wel op korte termijn. Het zou havens bij elkaar kunnen brengen en de economie kunnen versnellen, versnelde de dal kunnen laten brengen. Maar hij zegt wel van trek samen op, hè? Stem het internationale beleid en ondernemerschap wat beter op elkaar af. Stuur op waarde en volume in plaats van tonnen. Investeren in toegevoegde waarde in je netwerk. Dat zijn wel punten waar we, denk ik, wat aan hebben en die we kunnen meenemen naar een lang weekend dat voor ons ligt. Vol inspiratie, want dat hebben we denk ik nodig, want we zijn nog niet zo ver. Schouders eronder en de komende weken er tegenaan wat dat betreft. Ik wil de sprekers Rico Luman, Margie Bode en Gaston Chang bedanken voor hun bijdrages. En ik wil de luisteraars, kijkers vragen dat als ze nog opmerkingen hebben voor bepaalde sprekers, stuur ze naar amports@amports.nl. We spelen dat door en we komen er later op terug. Ik wens iedereen inderdaad een heerlijk lang weekend, voor zover men ook vrij is op vrijdag. En tot horens of tot ziens. Bedankt.